Hoi allemaal, ik ben Kimberly, de VUMC-vlogger en ik ga wat leuke gesprekken hebben op de hematologieafdeling. Gaan jullie met me mee? Hoi Ineke, jij bent hoofdzorgeenheid van de hematologie. Kan je mij wat meer over je functie vertellen? Jazeker kan ik dat. Ik ben hoofdzorgeenheid hematologie en dat ben ik over de kliniek en over de polykliniek. Dat is een hele boeiende functie om die twee afdelingen bij elkaar te hebben om aan te sturen. We hebben twee teamleiders die in de kliniek de dagelijkse zorg doen voor de afdeling. En ik richt me meer op de voorwaarden, zodat mijn team het werk ook goed kan doen. En het team is heel erg gevarieerd. Het is jong en oud. Het zijn net beginnende mensen. Het zijn gespecialiseerd verpleegkundigen. De helft ongeveer staat aan het bed. En de andere helft van het team staat wat los rondom dat bed. Maar zijn nog wel steeds bezig met de zorg voor onze hematologische patiënt. Het is een heel mondig team. Het is een heel enthousiast team. En we ondernemen ook veel gezellige dingen met elkaar om de teamspirit erin te houden. Want dat heb je best heel erg nodig. Want het is ook een afdeling waar veel gebeurt rondom de patiënt. Dus je moet ook zorgen dat je voldoende ontspanning hebt. Ook met je teamgenoten. Ik ben super trots op die team die elke dag hier vol enthousiasme aan hun werk begint. En het mooie is dat in ons vak de patiënt echt altijd voorop staat. En ik zou best een advies willen geven. Dat als je denkt dat je deze baan leuk vindt. Of als je denkt, goh, ik heb nog nooit wat op de hematologie gedaan of gezien. Je bent altijd welkom om een dagje te komen meelopen. En wat zijn nou belangrijke eigenschappen van een verpleegkundige die hier zou willen komen werken? Dat je gemotiveerd bent. Dat je mondig bent, dat je zorgzaam bent, dat je je technische vaardigheden, dat je dat leuk vindt. En dat je je wil ontwikkelen. Want het is een klein specialisme, maar we gaan wel heel erg de diepte in dat specialisme. Ja. En stel je voor dat ik net klaar ben met school, weinig technische ervaring heb, kan ik hier dan ook terecht? Ja, dan kan je zeker terecht. Want dan leiden we je op tot een gespecialiseerd verpleegkundige. Oké, nou heel leuk. Ik ga weer verder. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was de vlog op de hematologie. Willen jullie meer weten over werken bij VUMC? Kijk dan op werkenbijvumc.nl of kijk op onze social wall. Tot de volgende keer!